Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Aston Martin heeft het gaspedaal vol op de bodem liggen, want kijk eens wat ze hebben uitgebracht in de afgelopen jaren. Dat begon natuurlijk met zo'n DB11, die startte als coupé, daarna kwam die convertible. Vervolgens kwam de opvolger van de V8 Vantage, dit exemplaar, de Vantage. En daarna was het de beurt aan het topmodel, de DBS. En die DBS is dan als coupé en als convertible. En voor een heel klein merk is dat natuurlijk een enorme investering. Maar bij de introductie van de allereerste nieuwe Aston Martin van de huidige line-up, toen zei Andy Palmer, de CEO van Aston Martin, die zei het al, wij gaan naar 7 nieuwe modellen. We hebben er nu 3 gehad en die 3 modellen, die moesten ervoor zorgen dat het 4e model kan komen. En dat 4e model is ja, in de huidige tijdgeest natuurlijk een SUV. En als we dan even hier kijken, wat ze ondertussen ook nog doen, hè? Een hypercar uitbrengen. Gelimiteerde oplagen in samenwerking met Red Bull. En dat is de relatie die Aston Martin met Red Bull heeft in de Formule 1. Want dat vertalen ze door naar de openbare weg. Want hiermee mag je gewoon op de openbare weg. Maar daarvoor zijn we niet. We zijn voor deze auto. Dit is de Aston Martin DBX. En die X die kun je dan lezen als crossover, maar ook als vierwielaandrijver. Jazeker, een Aston Martin met vierwielaandrijver. Jazeker, een Aston Martin met 5 portieren. Al is dat niet helemaal nieuw, want er was natuurlijk al een Aston Martin Rapide in het programma. Aston Martin met dakrails, ja, dat kom je ook zelden tegen. En deze auto heeft nog veel meer leuke, bijzondere details. Ik neem je mee even een rondje om die Aston Martin DBX. Laten we beginnen, we staan nu aan de achterzijde, maar laten we beginnen bij de voorzijde. Ja, als je deze auto in je binnenspiegel ziet, dan zie je meteen, dit is een Aston Martin. Niet zozeer door dat gevleugelde, uiterst fraaie embleem, maar vooral door die immense grill. En op dit exemplaar nog groter dan groot. Ja, zelfs groter dan op die hypercar, die supercar, de 177. Het traditionele gezicht van Aston Martin. En die auto heet DBX en deze grill, deze vorm heb je dan in deze huidige stijl, want op een Vantage is hij net even wat anders. Ja, die zien we dan al terug op een DBS, een DB11, maar ook op een DB5 of een DB6. Imponerend front, loopt ook als een haaienneus, loopt die schuin af. Dus dit is het punt wat het verst naar voren ligt. En kijken we dan hier naar die ja, luchtkanalen, ik kan er mijn hand insteken. Aan de achterkant kom je eruit. Dit is de dagrijverlichting. Ja, en dan nog iets wat uniek is op een Aston Martin. Hier zitten radarsystemen achter. Deze auto heeft adaptieve cruise control. Aston Martin is een rijdersauto, cruise control, adaptief. Ja, dan in combinatie met een lane keep assist kun je met deze auto eigenlijk ja, deels autonoom rijden. En dat is wel een heel vies woord in het Aston Martin woordenboek als je het mij vraagt. Want een Aston Martin is gemaakt en ontwikkeld om zelf te rijden en niet om je te laten rijden. Ja, bijzonder front hè. Met die motorkap, met die welvingen. Natuurlijk die luchtroosters hè, die we kennen ook van een Aston Martin DB11. Let ook even op die motorkap, hoe kolossaal dat is. Hij loopt door tot over ja, de zijkant en maakt deel uit van de wielkast. En als je dan goed kijkt, dan zie je dat dit deel eigenlijk maar heel beperkt is. Heel weinig massa. Iets wat je op SUV's juist niet ziet. Daar is een hele grote bonk, ja, gewicht, plaatwerk. Dit is wel heel mooi, rank en slank. Dat geeft wel, vind ik zelf, het dynamische sportieve karakter aan deze auto. Uiteraard enorme wielen, hè? 22 inch. 23 zijn er niet voor als je nog groter zou willen. Of je eigen wil onderscheiden, nee, 22 inch. Maar dat zijn al knoepers van wielen. En hier zie je ook weer hè, die wing die erin zit. Dat is overigens gewoon een functioneel luchtrooster. Hier gaat de rijwind gaat erin en die komt hier weer eruit. Veel zou het niet zijn. Het gaat erom, al vaker gezegd, hè, die turbulentie rond dat wiel. Dat moet gewoon weg. En dan zie je die powerline die dan zo oploopt. Uiteraard, wat een Aston Martin altijd heeft, hè,
geen deurgrepen die naar buiten komen. Of althans uitsteken, zo kan ik het beter zeggen. Maar op het moment dat je hierop drukt, dan komt die naar boven toe. Nu zet ik de auto helaas op slot. Moeten we even opletten, want anders gaat de alarm af. Nu staat die echt op slot. Doe maar even open. Wat dan meteen opvalt. Kijk eens. Geen raamomlijsting. Die ontbreken. Dynamische deuren. Gewoon afgetopt. Weet je wat nog een heel mooi detail is? Die rubbers die je normaal hier ziet zitten, zijn er niet. Die zitten hier achter het deurpaneel. Gewoon netjes weggewerkt. En aan de andere kant zul je het beter zien. Dit is een glasdeel. En dat glasdeel is in zwart uitgevoerd, waardoor het één mooi geheel is. Die raampartij aan de zijkant. Maus Nuremberger, de designbaas van Aston Martin, die zei: hier hebben we echt voor moeten vechten om dit te kunnen realiseren. Want dit is juist een heel mooi detail. Het is niet van dat zwarte zogenaamde pianolak kunststof paneeltje wat je op veel andere auto's ziet. Dit is gewoon echt een glasdeel. Deuren lopen natuurlijk mooi in elkaar over. En dan mooi centraal in dat glasdeel. Dakrails had ik al gezegd. Wielen ook. En kijk dan eens wat een enorme kont dat die auto heeft. Een enorm achtersteven. Ja, je ziet meteen, dit is een Aston Martin familie van de Vantage. Want die Vantage die heeft ook zo die grote ducktail zoals deze DBX dat dus ook heeft gekregen. Een enorme spoiler natuurlijk. Spoiler gemaakt voor downforce, hè, voor die druk hier achterop. Maar hij heeft nog een reden. Waarom loopt nou dit punt verder naar achteren toe en heeft hij hier die inkeping, zeg maar? Dat heeft maar één reden. Ik weet niet of het al is opgevallen. Hij heeft geen achterruitenwisser. Heeft hij niet. Dus wat hebben ze nou gedaan? Geen achterwisser. Hoe blijft dan die achteruit droog? Ze hebben de aerodynamica zo gemaakt dat die lucht, die rijwind, hier in die spoiler gaat, over de achteruit ingaat en vervolgens de druppels meeneemt vanaf die auto. Natuurlijk, downforce, downforce, maar een mooie bijkomstigheid is dus deze lijn. En om nou te voorkomen dat die achterwielen dat water omhoog gooien en dus op die achteruit komt, heeft hij dus deze lijn die heel ver naar achteren loopt. Let ook even op die achterlichtunits. Hè. In de stijl van die Aston Martin Vantage, één lijn. Normale verlichting loopt tot hier. Dit deel en dit is het derde remlicht. Dus als je remt, heb je één grote onderbroken lijn, zeg maar. Als je hier dan die kleine stukjes groot Aston Martin erop, groot logo. Dat is een van de grootste logo's die op een Aston Martin wordt toegepast nu. Volgens mij heeft de Signet een even groot of net zo groot of iets groter embleem. Nou, een misser op de Vantage waren natuurlijk die zielige kleine frikandelletjes die eruit staken. Die uitlaat-eindstukken. Hier gewoon lekkere, dikke uitlaat-eindstukken. En geluid. Als je hem in de Sport Plus zet, gaan de kleppen open die het geluid versterken. Ja, nu we toch bij die achterzijde aangekomen zijn. Standaard. Die klep die automatisch omhoog gaat. Een bagageruimte, ja, die je op geen enkele andere Aston Martin zult vinden. 632 liter. Enorm natuurlijk uit te breiden natuurlijk door die bank neer te klappen. Drie losse delen. Je kunt ervoor zorgen dat dat middelste deel apart naar voren gaat. Of juist in 1/3, 2/3 of in zijn geheel. Maar dat deel, die verhouding van 40, 20, 40, dat deel kan apart naar beneden toe. En om ervoor zorgen dat je niet staat te klungelen achter zo'n Aston Martin in je driedelig pak. Dan heb je hier gewoon knoppen en dan kun je erop drukken en dan klappen ze automatisch naar voren. En je ziet hem al liggen. Die tas heb ik expres ingezet natuurlijk. Niet om reclame te maken voor de leverancier. Ik weet nog ineens niet wie die maakt. Maar deze tas staat samen met een complete kofferset. Staat die op de accessoirelijst van Aston Martin. En dat is een set. Ik wil hem al naar jullie terugbrengen. Maar de cameraman komt hem al ophalen bij mij. Dat is een tassenset. Die staat gewoon op de accessoirelijst. En dan kun je gewoon je bagageruimte heel netjes functioneel indelen. Nou, heb je die tasset niet nodig? Geen probleem. Maar die jongens van Aston Martin hebben er toch wel over nagedacht wat ze er allemaal mee kunnen. Hieronder, ik kan hem helaas niet laten zien, want er zit er niet in. Hier zit gewoon een reservewiel in.
kun je een bak bestellen, die is dan vloeistofdicht. En stel je voor dat je bent gaan duiken of lekker gaan mountainbiken. Die fiets die zet je toch op het dak, hè, want je hebt immers een dakrails. Dan kun je die spullen die kun je hier onderin gooien. Maar doordat die natuurlijk vuil zijn en vies en slikken, noem maar op, blijft die mooi in die afgesloten bak. En die bak die kun je dan weer thuis schoonmaken. Stel je voor dat je een vervent hondenliefhebber bent. Zelfs daar is aan gedacht, er is een speciaal hondenpakket. Dan krijg je hier een mooie lederen, hoe zou je het zeggen, hoes, bescherming. Die rol je uit en dan wordt je bumper wordt beschermd, wordt afgedekt. En dan die hond kan erin stappen. Hebben ze een bedje voor het prachtige huisdier, hebben ze verzonnen. Je hebt zelfs een mooie lederen tas met twee van die voederbakken. En mocht dan die hond door het bos hebben gerend, omdat jij ze nodig moest mountainbiken, rende die erachteraan. Dan kun je hem altijd nog even buiten die auto kun je hem afspuiten. En daarna doe je even je fiets die afspuiten. Want het zou zonde zijn als dat dak natuurlijk beschadigd en helemaal vuil en vies wordt. Kijk ook even naar de afwerking van dit. Hè. Daar gaat het bij deze Aston Martin om afwerking. Lederen bekleding met stiksels. De hemelbekleding is van Alcantara. Zullen we het ook iets beter zien hoor. Dit is overigens een pre-productieauto, dus mochten net die schroeven in beeld zijn, dat is natuurlijk mooi afgewerkt. Een deel gaat mee naar boven. En kijk eens wat hier zit, aan deze kant. Hier zitten ook twee knoppen. Kijk, hoger, lager. Was natuurlijk vroeger een televisiespelletje, een radiospel. Dit is om de auto, hij heeft standaard luchtvering, om de auto naar beneden te zetten. Op het moment dat je iets zwaars wil inladen, of natuurlijk jouw hond, die iets slechter te been is, erin te laten springen. Dan kun je hem gewoon 5 hele centimeters door zijn knietjes laten zakken. Waardoor de tildrempel lager wordt. Ja, en dan zei ik het al, deze auto heeft luchtvering. Deze auto heeft luchtvering. Dat onderstel, dat is speciaal door Aston Martin. Nou zag ik niet of die op slot sprong, heel goed. Niet goed is, want dat had ik even moeten zien. Deze auto heeft een onderstel dat door Aston Martin zelf is fijn getuned. Heel de auto is overigens van aluminium. Met een aluminium architectuur door Aston Martin zelf ontwikkeld en opgebouwd. Zoals in de traditie van de sportwagens. Hè. Die hebben natuurlijk allemaal die architectuur van aluminium. En voor de afstemming van deze auto, want dit is natuurlijk een Aston Martin en die moet heel dynamisch rijden. Hoe die rijdt, ja, dat zullen we binnenkort ervaren. Daar zijn we zelf ook heel nieuwsgierig naar. Hè? Want sportwagenmerk, Gran Turismo merk, ja, gaat hem aanstaan om je eerste SUV te maken. Voor het onderstelafstemming, voor de hele auto, hebben ze de BMW X6 M als benchmark gebruikt. In eerste instantie. Voor de verfijning van het interieur hebben ze heel nadrukkelijk gekeken naar de Range Rover. En voor als allround concept de Porsche Cayenne. Maar ja, toen kwam er een nieuwe Cayenne en toen zijn ze opnieuw begonnen. Hebben ze die BMW X6 M hebben ze laten varen, hebben ze de Cayenne naar voren geschoven. De auto heeft onder andere torque factoring, vierwiel aandrijving, vierwiel besturing. Nog niet, wordt aangewerkt. Komt later, komt dat beschikbaar. Niet verder vertellen, want het mag nog niet bekend worden gemaakt. En natuurlijk die aandrijving hè, hier voorin. Geen V12 zoals we gewend zijn in een Aston Martin. Dat blok past er overigens wel in. Of Aston Martin dat gaat doen, dat is nog even de grote vraag. Hè? Want ja, waar zitten de klanten op te wachten? Wat willen ze nu echt? In dit geval hebben ze er een V8 motor in gelepeld. Een 4 liter blok met maar liefst 550 pk, 700 Nm. 550 pk, dat betekent dat die 40 pk sterker is dan de V8 motor in de DB11 V8. Maar het is niet een identiek blok. Het is niet zomaar dat ze er 40 pk's extra uit hebben geknipt of uit hebben geperst. Nee, dit is een ander blok waar in de Vantage en in die DB11 het blok, het basisblok ligt van Mercedes AMG uit de C63. Passen ze hierin de E63 motor. En denkt u, ja, dat is toch ook een 4 liter V8? Dat klopt. Alleen dit blok heeft cilinderuitschakeling. En dat heeft hij in de Vantage en in de DB11 niet. En als je het dan helemaal compleet wil maken, de motor in de AMG GT is ook anders dan in de E. Die heeft namelijk draaisump oliesmering. Dat blok, een V8,
Wat is de volgende stap en wat komt hiernaast? Misschien wel een zescilinder. In ieder geval, het platform dat door Aston Martin zelf is ontwikkeld, is gelijk gereed gemaakt voor elektrificatie, voor een accupakket. Ja, in eerste instantie was het namelijk de bedoeling dat deze auto volledig elektrisch zou worden. Maar aangezien de ontwikkeling van elektrische auto's wat langzamer gaat dan men had verwacht, hebben ze gezegd, we lepen er als eerste een V8 in. En dat brengt mij bij het prototype in 2015 getoond, want dat was wel een volledig elektrisch model. Dat was een voorproefje van deze DBX. Maar op dat moment was deze auto al in ontwikkeling. Wat ze hadden gedaan is om de markt rijp te maken voor een SUV van Aston Martin, hadden ze er ook echt een Aston Martin van gemaakt. Het concept is iets anders geworden. Dit is namelijk een 5, dus wat ik al zei. Die andere was een coupé met een heel nadrukkelijke coupé-lijn van de Aston Martin DB11. Ja, en dat beperkte natuurlijk zijn bruikbaarheid. Hè? Twee portieren, één in elke flank, die schuin aflopende achterzijde. Nu is het echt een praktische auto, een aanvulling op het huidige programma van Aston Martin. Want de verkoopverwachtingen zijn extreem hoog. Deze auto moet ongeveer de helft van de totale Aston Martin verkopen in beslag gaan nemen. En dan heb je het over een autootje of 4000. Dan zit je op het niveau van een Lamborghini Urus of een Bentley Bentayga. Bentayga. Prijskaartje, deze, €260.000. Dat zijn zeg maar de concurrenten, in dat niveau zit hij. Maar laten we eens in het interieur kijken. Hoe dat is afgewerkt. Voor de verfijning hebben ze een Range Rover als benchmark genomen. Maar natuurlijk, een Aston Martin is een Aston Martin. En die is natuurlijk ook zo afgewerkt. Natuurlijk, die flippers achter het stuurwiel van metaal vervaardigd. Hetzelfde geldt voor de deurgreep aan de binnenkant, de deurontgrendeling. Ook die componenten die we bekennen uit de vintage. Echt metaal. En let ook even op dat dashboard. Tegen de trend in hebben ze het scherm geïntegreerd. Heel opvallend. Heel de architectuur van dat scherm is overigens gewoon van Mercedes. Het zou kunnen zijn dat als ik nu roep, hey Mercedes, dat hij dan zou reageren. Zo verweven is het met elkaar. Zal die natuurlijk niet doen, hè? Want daar waken ze wel voor bij Aston Martin. Let ook even op, hè? Dit is ook een heel mooi detail. Dat dashboard met leder afgewerkt. Dan hier die twee lijnen. Vraag me niet waarom ze daar zitten, wat dat voor functie heeft. Maar kijk eens even naar dit. Hier zit de speaker onder. Die speaker is bedekt met een laag leder, geperforeerd leder. En datzelfde geldt voor de speakers in de portieren. Hier zie je natuurlijk de automatische transmissie, een 9-traps automaat gekoppeld aan die V8 motor. V8 motor van Mercedes AMG dus, hè? Maar ook die versnellingsbak komt van Mercedes-Benz. Helemaal niets mis mee. Dit komt ook van Mercedes-Benz. Weet je in ieder geval dat het gewoon goed doordacht is en goed functioneert. Kijk eens even wat een knoppenwinkel. Maar dat scherm, goed dat ze dat hebben geïntegreerd vind ik. Als je in de huidige trend staat het allemaal rechtop, los erin. Maar hier heb je het mooi als één geheel in dat fraaie ontwerp van het dashboard. En misschien is het je opgevallen. Kijk eens hier, die ruimte eronder. Volgens Aston Martin kun je hier een tas kwijt. Wat je wel kwijt kunt, is hier je mobiele telefoon. Dit is een wireless charger. En dan hebben we hier de armsteun. Die je normaliter naar voren moet schuiven. Kunnen schuiven, maar nu kun je dus je bekerhouder niet gebruiken. Kijk, en vandaar dat ze verschuifbaar zijn. Dus wil je je bekerhouder wel gebruiken, moet je gewoon de rechter gebruiken. En hier kun je nog altijd je arm neerleggen. En natuurlijk een bergvak. Let ook even op die stoelen. In de geest van de Aston Martin DB11. Dezelfde stijl, maar net iets anders, hè? Want dit is een iets andere auto. Dus de stoelen staan iets hoger uiteraard. Wel met dezelfde bediening. En hetzelfde ontwerp. Achterin een driezitsbank. Over een vierzitter wordt nog niet gesproken. Maar ja, ik zou zeggen, staat er niet raar van te kijken als ze dat ook nog gaan doen. En dan zou het mooi zijn als ze dan twee van die kuipstoelen pakken. Die achterin plaatsen. Met er midden
een mooie tunnel. Dus één probleem met een vierzitter, dat is natuurlijk het moment dat jij die stoelen naar binnen gaat zetten en je zet er ook daadwerkelijk kuipstoelen neer, dat je dan natuurlijk het rijgeluid uit die bagageruimte in jouw interieur krijgt. En dat is niet iets wat je wilt. Dat zou je juist moeten opvangen. Dat glazen dak is overigens standaard, hebben ze allemaal. En wat dan een heel mooi detail is, is dat rolgordijn dat dat dak afsluit op het moment dat het te warm wordt, dat jij vindt dat het interieur koel moet blijven, is mooi van Alcantara verwerkt. Ja, de Aston Martin DBX. De eerste SUV van Aston Martin, zover als ik weet, niet de laatste. Maar dat wil niet zeggen dat die auto onder Aston Martin label komt. Aston Martin heeft namelijk twee lijnen lopen. Dat is de sport, eigenlijk drie dan. Aston Martin zelf, sportwagens, SUV, productie in Wales, sportwagens, productie in Gaydon. En dan hebben ze nog het sublabel Lagonda. En Lagonda, daar worden alle elektrische auto's onder geschaard. Dus mijn vraag is, en dat is een beetje wat ik zelf niet weet, stel je voor dat hier die elektrische variant dan toch van komt, wordt het dan een Lagonda of blijft het een Aston Martin DBX? Maar we gaan op zoek naar het antwoord, want daar ben ik zelf wel heel nieuwsgierig naar.